En ik ben precies op tijd met het drukken van mijn tweetje voor deze aflevering. Hij is weer eruit en wij zijn er weer in. We zijn live met aflevering 2 van Real Talk. En ik heb weer twee hele bijzondere mensen bij me. Eentje werkt bij Vier en de ander heeft nare dingen meegemaakt. En misschien heeft die eerste ook wel nare dingen meegemaakt, maar daar gaat het niet om vandaag. We gaan praten over online geweld en seksueel geweld. En nou ja, seksueel geweld is misschien niet iets waar je heel vaak over nadenkt. En nou ja, juist daarom is het zo belangrijk om erover te gaan praten. Online geweld is misschien iets wat je wel eerder hebt meegemaakt. Ook dat is belangrijk om over te praten. Dus wie hebben wij hier bij ons? Johannes, kan je je even voorstellen? Goedenavond allemaal, ik ben Johannes en ik werk bij Vier. Ik ben hulpverlener bij Vier. Vier is een organisatie dat hulp biedt bij slachtoffers van geweld en afhankelijkheidsrelaties. Dat is een heel breed begrip. Dat kan zijn om huiselijk geweld, seksueel geweld, ingerelateerd geweld. Ik ben daar hulpverlener en ik ben ook teamleider van de chat met Vier. En bij de chat met Vier kun je terecht om anoniem je verhaal te gaan doen. Over alle soorten geweld. En vandaag pakken we het thema online geweld en seksueel geweld. Ja, en het leuke, jij beslist uiteindelijk welke expert waar aanschuift. Vind jij dat jij een expert bent op het gebied van online geweld en seksueel geweld? Wat is jouw expertise daarin? Ja, het is lastig. Tenminste, ik vind het lastig om mezelf. Ik denk dat ik expert ben, want anders zit ik hier natuurlijk niet. Maar het is natuurlijk altijd lastig om over jezelf te zeggen, laat ik wezen. Maar ik heb in de afgelopen jaren, helemaal sinds ik ben zo'n 6 jaar lang teamleider van de Chat met Vier. Dat vertelde ik net over, anonieme chatplatform. En daarin heb ik heel veel ervaring op gedaan met online geweld, online seksueel geweld. Daar heb ik me in verdiept. En op die manier daar ook veel over mogen spreken, intern, maar ook extern in de media. En op die manier eigenlijk een beetje ook expert geworden. En ik zie, wat ik zei, ook nog steeds slachtoffers van geweld. En die help ik bij hun trauma's. Dus daar komen deze thema's ook naar voren. En ik denk dat die combinatie wel maakt dat ik dat ik wel verstand van heb. Ja, dat denk ik ook. Ik ken je natuurlijk langer dan vandaag en ik weet wat kan je hebt. En als je me nooit ergens in teleurgesteld hebt, dan is het je expertise, dus dat scheelt. En dan hebben we als special guest vandaag Jill. Natuurlijk niet met een hele fijne reden, maar eigenlijk ook weer wel, want Jill is bereid om te praten over wat ze heeft meegemaakt. Jill, zou jij je ook even kunnen voorstellen? Nou ja, hallo, ik ben Jill. Ik studeer ICT en ja, ik ben een beetje in de online wereld te vinden met gamen en alles. En ja, voor de rest, dat is het wel zo'n beetje. Oké. Je hebt nu zomervakantie. Wat doe je met je vrije tijd? Letterlijk in bed liggen en anime kijken. En dan uit mijn bed kruipen na het eten en dan gamen tot een uurtje of 6 ochtends. En dan rinsen en repeat. Wat een leven, jongens. Wat een leven. Over een paar weken heb ik ook vakantie. Ik kan je vertellen, ik ga exact hetzelfde doen. Ik weet nog niet welke anime, maar ik ga vast weer iets vinden met 600 afleveringen wat ik in 3 weken ga kijken. Precies, of 16 verschillende van een seizoen of twee. Ah ja, precies. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Ik zal nog even vertellen wat we hier gaan doen vandaag en wat de regels zijn voor jullie kijkers. Jullie mogen namelijk helemaal meepraten in de chat en vragen stellen. Vragen stellen kan je ook op Twitter trouwens, op hashtag #ownyourlife. Maar als je praat in de chat, wees respectvol, behandel andere mensen met respect en geloof ze ook als ze zeggen dat ze iets hebben meegemaakt of zo. Ga niet zeggen van, ah, maar dat gebeurt niet en dat is als je eigen schuld. Niet doen is niet lief, is gewoon niet leuk en helpt niemand. Daar gaan we straks wat over vertellen, denk ik, Maarten Jan. Dan heb je het echt over het stukje victim blaming. Dat wil ik graag nog ook nog terug laten komen. Het is goed dat je het zegt. Gaan we zeker doen. Is ook best wel een belangrijk onderdeel in het verhaal van Jill. Dus dat gaat sowieso nog terugkomen. En ik kijk nu opzij, want ik heb hier een laptop staan met allemaal notes van mij, want de printer wilde niet meewerken. Ja, waarom zijn we hier nou eigenlijk om te praten over je problemen? Wat best wel meta klinkt, achteraf gezien. Johannes. Nou, ik denk dat het belangrijk is om even aan te geven dat een heel groot gedeelte van mensen die geweld meemaken, en we zoomen nu even in op het thema seksueel geweld en seksueel online geweld, dat het heel veel angstgevoelens, heel veel schuldgevoelens en schaamtegevoelens met zich meebrengt om eigenlijk erover te praten. Dus die drempels zijn heel groot. Dus vaak
ja, om erover te praten klinkt heel klein en klinkt heel cliché. Maar we weten dat een heel groot gedeelte van mensen die dit meemaken, ook omdat dat komt, omdat het vaak ook te maken heeft met mensen uit je directe omgeving. Ja, dat het gewoon hele grote drempels met zich meebrengen om eigenlijk over deze thema's te praten. Dus daarom begint het eigenlijk met praten om vervolgens te kijken van hey, wie kunnen jou ondersteunen? Dat kunnen mensen in je omgeving zijn of professionals. Want als je dat niet doet, dan stapelen die problemen zich op. Kunnen klachten zich juist opstapelen. En uiteindelijk kan je het gewoon heel lang in je leven. Ja, kun je dat gewoon tegen belemmeringen aanlopen. En daarom is het eigenlijk gewoon belangrijk om zo snel mogelijk, als je iets heftigs hebt meegemaakt, om daarover te gaan praten. En daar hopen we gewoon nu vandaag weer een aanzet toe te doen, denk ik. Ja, nee, ik hoop dat ook zeker. En je denkt nu, iedereen zegt het altijd, praat over je problemen, maar het is, er wordt met een reden zoveel gezegd. Een beetje net zoals een metagame, right? Als je League of Legends speelt, mensen spelen met een reden bepaalde champions die op dat moment heel erg sterk zijn. Dat moet je niet denken van, ik ga wat anders doen, want ik ben veel slimmer dan iedereen. Nee, als iedereen zegt dat je erover moet praten, is het misschien wel een goede reden om daar inderdaad te gaan praten over wat je hebt meegemaakt. Ja. Ja, Jill, toen jij je aanmeldde hiervoor, toen zei je tegen mij van, ik heb best wel wat dingen, dus wat wil je weten? En toen zei ik, weet je wat, zet nou gewoon neer wat je hebt meegemaakt en we maken er wel wat moois van. En dat was gewoon inderdaad best wel wat. Je hebt wat meegemaakt en een van de dingen die je hebt meegemaakt was een relatie met een YouTuber. Dat is een online relatie, geloof ik. Hoe ging dat? Hoe kwam dat tot stand? Ik was al een lange tijd fan van hem natuurlijk. Hij streamde ook op Twitch. En alles wat hij op YouTube deed vond ik helemaal geweldig. En toen volgens mij in de zomervakantie had hij op Omegle een fanmeeting. Dat je dan zijn YouTube naam in de zoekbalk. En dan kon je een kans maken om hem tegen te komen. En dan zou hij een nummer voor je spelen op de piano. En lekker een beetje babbelen. En dat dan in een YouTube video veranderen. En daar ben ik hem toen tegengekomen. En best lang gepraat op Omegle. En toen heeft hij me Twitter gevonden. En toen stuurde hij me een privéberichtje de volgende ochtend. Zo van, niet aan andere mensen vertellen dat ik je gevolgd heb. Want dan gaan ze jaloers worden. En dat is eigenlijk hoe ik hem in eerste instantie heb leren kennen. Johannes, ik zie jou gelijk al knikken. Was er iets wat Jill zei wat jou opviel? Ja, wat mij meteen opviel... was meteen dat stukje geheim maken, zeg maar. Hè, van niet vertellen dat ik jou een bericht heb gestuurd. Dus meteen claimen eigenlijk dat je speciaal bent. Meteen er een soort van geheim van maken. Nou, dat is wel. Daar sloeg ik denk ik onbewust een non-verbaal op aan, Martian. Ja. Maar dat is wel een trigger die mij trigger, omdat we dat vaker zien ook bij het groomingproces van slachtoffers van geweld. Wat is grooming? Ik denk niet dat veel mensen in de chat daar bekend mee zijn. Ja, grooming is eigenlijk de term. Het is vaak bekend als het digitaal kinderlokken, zeg maar. Maar in deze context eigenlijk om het binnenhalen en het engagen, zeg maar. Dus de connectie maken met het slachtoffer. Dus eigenlijk om die binnen te halen. Ja, en je noemt nu gelijk al een slachtoffer en een dader en zo. Maar ik neem aan dat Jill zich op dat moment nog totaal niet als een slachtoffer voelde. Want jij had gewoon iemand die heel erg waardeerde en die had aandacht voor jou. En daar kon je mee verder. Hoe ging dat toen verder? Volgens mij heel lang toen in Twitter DM's gepraat. En op een gegeven moment, toen was het zo van, zullen we skypen? Want dat was toen de tijd in 2016 natuurlijk een ding. Toen bestond Discord nog niet helemaal. En... hij is anoniem op YouTube, dus niemand heeft zijn gezicht gezien of kent zijn echte naam. En op een gegeven moment na zo vaak op Skype en zo, toen was ik dus de eerste die het mocht zien. En toen kwamen de gevoelens naar boven en vanaf daar ging dat eigenlijk naar een relatie op een gegeven moment. Cool. Op zich, dat kan namelijk ook helemaal de goede kant op gaan. Want Johannes, we hebben het er ook wel eens over gehad. Dus bijvoorbeeld sexting, als dat in de media komt, dan zeggen mensen van, moet je ook maar geen naaktfoto's sturen. Je bent ook gewoon dom bezig. En jij zegt altijd, wat zeg je dan altijd? Ik kan jij veel beter zeggen dan ik.
Nou ja, goed, dat natuurlijk, dat op zich wel een, ook dat sexting en het online, ja, seksualiteit, zeg maar, dat heeft best wel een lading. Komt denk ik ook door wel een beetje een kloof tussen de jongeren, die natuurlijk tegenwoordig veel meer, ja, de on- en offline wereld is één grote, ja, dat is gewoon helemaal fluïde geworden, is denk ik samen, ja, is één geworden. Nou, ik ben al 35, maar ik zie dat echt nog als twee aparte dingen. Dus ik ben de boot ook al wat aan het missen, mislopen, weet ik. Maar ja, er ontstaat soms een beetje een negatief stigma op. En dan komt bijvoorbeeld bij vier zien we ook vooral de heftige casuïstieken, die van alles hebben meegemaakt waar het heel erg mis is gegaan. Maar het is altijd belangrijk om de context in je hoofd te hebben dat het in een heel groot gedeelte gewoon heel erg goed gaat, ook dat online ja, seksuele ontwikkelingen, om het zo maar te zeggen. Dat het heel passend is als je bij jongeren die zich seksueel aan het ontwikkelen zijn. En hun leven is ook voor een groot gedeelte online, dat daar dus ook dat ook fluïde gaat, zeg maar. Dus dat het net zo goed offline als online, ja, dat ze zich daar aan het ontwikkelen zijn. Nou, en dat is wel een belangrijke context, dat het ook daarin heel vaak goed gaat, zolang dan maar ja, wederzijds goedkeuren in zit. En zolang je bijvoorbeeld beelden niet zonder toestemming gaat doorsturen of daar zaken mee gaat doen. Ja, dan ontstaan er pas klachten. Dan ontstaat er echt een hele heftige situatie met klachten en noem maar op. Maar als je dat onderling in je relatie doet, ja, dan hoort dat er eigenlijk helemaal bij. En dan is daar ook niks verkeerds aan. Dus jongeren hebben soms ook wel een beetje het idee van, ja, als we dat online doen, dan zijn we verkeerd bezig of zo. Nou, dat wil ik toch iedereen zeggen, dat is absoluut niet het geval. Alleen, je moet net als dat je in real life seks hebt, moet je gewoon online ook met zaken rekening houden van wat. Ja, en de risico's goed kunnen inschatten van hoe ik dat doe. Want als je het online misgaat, ja, dan kan het ook heel snel heel erg misgaan. Nou, en dat is de context die we denk ik altijd met elkaar moeten maken. En ja, die we vandaag ook met elkaar scherp moeten houden. Ja, is dat een beetje wat ik zeg? Altijd tegen jou? Of, ja, nou, ja, in het kort zeg je inderdaad altijd van. Op zich is het sturen van nudes en zo naar elkaar is niet fout. Want het is gewoon leuk en ontdekken van je seksualiteit. Totdat iemand het gaat leaken. Maar dan ben jij nog steeds niet degene die een fout heeft gemaakt. Degene die leakt heeft een fout gemaakt. En die is vervelend. En natuurlijk voel jij er slecht over. En praten mensen je de schuld aan. Maar het is niet jouw schuld. Het is de schuld van degene die geleakt heeft in dit geval. En dat geldt voor heel veel dingen. Jill, hoe ging jouw relatie verder? Want je had iets inderdaad en toen ging het fout. Ja. Wat ging er fout? Hoe merkte je dat? Nou, ik denk ongeveer halverwege van onze relatie. Want we hebben 10 maanden iets gehad. Toen op een gegeven moment wou ik naar een gaming evenement in Duitsland. En ik zou er dan met wat vrienden heen gaan. Die dan bij een andere viewing party. Waar je dan live in de bioscoop een game ging kijken. Zou ik naar Duitsland toe gaan? Nou ja, ik was 17 toen de tijd, dus veel geld had ik niet. Dus wij hadden een hostelkamer afgehuurd, gewoon met stapelbedden. Dus zo goedkoop mogelijk, ook met de auto er naartoe. En toen de ochtend dat ik het hem vertelde, toen was ik zo blij. Van, oh, ik ga naar Duitsland, mijn favoriete team live zien. En een heel weekend ervan maken, nog nooit in Berlijn geweest ook. En in plaats van blij te zijn, was het eerste wat hij aan me vroeg, van ja, hoe zit het met slapen dan? Dus ik zo vertelde, ja, hostel. En nou, toen was hij helemaal boos geworden. Zo van, ja, je gaat maar kamer voor jezelf boeken. Dit wil ik niet, want het zijn allemaal jongens. En dat wil ik gewoon niet. En heel boos en gewoon niet blij over het feit dat ik, ja, naar Berlijn toe ging. En nou, ik huilend bij mijn moeder toen. Zo van, ja, ik heb er het geld niet voor om nog even 80 euro erbovenop te leggen om een kamer voor mezelf in de buurt te krijgen. Nou, mijn moeder heeft toen bijgelegd, want ik wou wel echt heel graag ernaartoe. En ja. Je weet het ook niet, midden in een relatie als je verliefd bent, dat niet helemaal correct is, die reactie. Dus ja, daar begon het al een beetje fout te gaan. En ja, toen begon hij ook op een seksuele manier heel erg aan te dwingen. Omdat ik, ja, ik liep 5 dagen per week stage in beveiliging. Dus dan kwam ik laat thuis, want het was 1,5 uur reizen. En ja, tijdverschil natuurlijk, Amerika en Nederland. Dus hij was in een hele andere mindset dan ik. Ik was kapot en dan wou hij dingen doen. En ja. Toen heb ik het volgens mij uitgemaakt toen hij ook nog mij begon te verbieden om naar Comic-Cons toe te gaan. In de periode waar ik cosplayen als mijn main hobby had. En ja, toen voelde ik het genoeg en toen heb ik het uitgemaakt.
Ja, ik denk dat als Johannes hier een soort checklist had met eigenschappen van een ongezonde relatie, dan was hij er minimaal op 2/3 beland. Johannes, wat valt jou op in dit verhaal? Ja, goed. Vooral het dwingende karakter, denk ik. Hè? Van steeds meer het willen beheersen van de ander. Ik denk dat dat wel een belangrijk kenmerk is. En wat me opvalt is dat Jill ook heel goed aanvoelde op dat moment van... Hey, hier klopt iets niet. Nou, ik ben blij te horen dat je naar je moeder kon gaan. Hè? Dat je die stap hebt genomen dat ook te checken. Ik denk dat, Martian. Ja, want Jill, hoe voelde jij je daarbij toen? Want op zich was je natuurlijk verliefd op die jongen. En het is gewoon een hele heel fijn gevoel. Maar aan de andere kant knaagde er dus ook iets aan je van... dit is niet hoe het zou moeten zijn. En dan op een gegeven moment neem je de waarschijnlijk moeilijke beslissing... om je relatie uit te maken. Hoe speelde dat bij jou even? En wat voor impact had dat op jou dat dit gebeurde op deze manier? Veel verdriet natuurlijk, want ja, het is wel een van je eerste relaties. Ik bedoel, ik heb natuurlijk wel op de middelbare vriendjes voor een maand gehad, maar je denkt dat het wel dit is het. En vooral op leeftijd zoals 17, dan denk je altijd wel, nou, ik begin een beetje volwassen te worden, nog niet helemaal, maar ik kan wel wat duidelijker nadenken. Ja, dat je dan zoveel verdriet meeneemt dat je niet iets geweldigs kan delen, zoals eindelijk naar Berlijn toe gaan, zonder dat compleet de grond in getrapt te hebben. En Dat doet natuurlijk pijn, want dan denk je, ja, ga ik het opgeven voor diegene, maar dat wil je ook weer niet. En dan zit je een beetje in een tweestrijd met jezelf, van ja, wat gaat het worden? En ik heb dus uiteindelijk voor mijn hobby's gekozen. Daar ben ik uiteindelijk wel heel blij mee natuurlijk. Ja, want Johannes, wat gebeurt er dan als Jill het niet had uitgemaakt? Want dit is een verhaal wat je vaker hebt gehoord. Het is, nou, ik zal niet zeggen, het is heel standaard, maar het is... Dit soort ongezonde relaties waarbij een hele controlerende, meestal man, eigenlijk altijd man is, geloof ik. Johannes? Nou, dat is zeker wel een beetje onderschat, denk ik, hoe die dynamiek is. Dat eigenlijk het meeste geweld binnen relaties, dat ook wel een wederkerigheid heeft. Dus dat het een wisselwerking is binnen een relatie waarom ook geweld, zeg maar, ontstaat. Dus ja, een beetje het standaard idee van nou, de man is de agressor en de vrouw die is het slachtoffer. Dat is echt wel een hele achterhaalde gedachte. En vaak zit het in de dynamiek. En vrouwen kun je hoeft niet alleen te slaan of iets te doen om geweld te... Even in richting real life, zeg maar. Je hoeft niet altijd te slaan of te doen om geweld te hebben, zeg maar. Er zijn heel veel verschillende manieren om ook geweld of onderdrukking te hebben binnen een relatie. En dat kunnen vrouwen gewoon ook hartstikke goed. Dus daar zit wel een... dat is zeker niet altijd zo dat van man naar vrouw gaat. Maar wat wij hier ook wel in de hulpverlening zien, dat zijn overwegend wel meer vrouwen. Hè, dus het komt wellicht ook doordat er een taboe op zit. Dit zal ook wel vaker vrouwen, hè, die het overwegend zijn. Maar het is zeker niet een 1-2'tje dat het altijd de man richting de vrouw is. Maar daar was je vraag volgens mij. Daar ging je vraag volgens mij niet over. Nee, ik zit even na te denken over waar mijn vraag ook weer wel over ging. Ik had in ieder geval wel een andere vraag in mijn hoofd voor jou. Een leuke, namelijk... De volledige blackout. Nee, de vraag die ik had was... zijn dit nou kenmerkende dingen voor geweld in een relatie? Ook al is het een online relatie. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van... Oh ja, als je een online relatie hebt, dan kan je niet echt geweld hebben. Maar hoe erg is dit nu wat hier gebeurt? Wat kan dat doen met iemand? Nou ja, goed. Doordat je steeds, als je op een gegeven moment niet meer het gevoel hebt... dat je zelf mag beslissen over je eigen keuzes. Hè, dus dat je daarin onder druk wordt gezet. Ja, dan gaat er op een gegeven moment iets scheef in die verhoudingen in een relatie. En dat kan net zo goed dus online zijn. Hè, want Jill heeft eigenlijk een 100% online relatie daarin. Als mede niet online. En in de meeste gevallen gaat dat natuurlijk beide. Zowel offline als online. Dat daar beide componenten in zitten. Dus ja, dat is denk ik wat je daarin heel ziet. En... Ja, wat ik,
ik weet niet of ik dat maar vraag, Jo. Ik ben ook wel benieuwd of hoe dat met seksualiteit zat bijvoorbeeld in jouw relatie. Hoe dat dan ging. Hè? Dat zijn dan bijvoorbeeld vragen die bij mij nu opkomen. Hè? Als je dwingend is in, je mag niet met jongens ergens heen. Of ik ben daar bang voor. Ja, hoe zit dat dan bijvoorbeeld op seksualiteitgebied? Of op andere zaken die je binnen een relatie bespreekt? Ja, nou, aan het begin was dat wel natuurlijk heel spannend voor mij. Want ja, ik heb dat nog nooit gehad bij iemand. En het was allemaal nieuw en ja, voor mij heel bijzonder natuurlijk ook, al was het online. En ja, op een gegeven moment dan was dat na die 5 maanden dat het dan een beetje ja, stikkend begon te worden in de relatie. Toen kwam heel erg die frustratie van hem, dan kwam ik thuis van stage en dan had ik gegeten. En dan was het ondertussen al 8, 9 uur. Nou, dan was ik kapot, dan wou ik eigenlijk gewoon naar bed en dan wou hou je op Skype. Maar meestal in plaats van, weet je wel, hoe was je dag en zo, dan begon het al gelijk heel erg de seksuele kant op te gaan. En op een gegeven moment was nee geen goed excuus meer waarom ik het niet zou willen. En ja, dan moest je op een gegeven moment met andere excuses aankomen. En ja, dat begon heel erg. Op een gegeven moment dan wil je hem ook niet meer spreken. En dan probeer je een beetje ontwijkend gedrag te tonen. En dan werd hij daar weer boos om. En dan, ja, dat ging dan allemaal die kant op. Dus het ging heel snel downhill op een gegeven moment. En hoe deed hij dat dan? Hoe legde die bij jou de druk op? Want je zegt heel mooi van ja, nee was geen antwoord meer. Nou, dat is iets wat ik veel vaker hoor. En als dan iemand het alsnog doet, dan denk je van ja, het is mijn eigen schuld, want ik heb het zelf gedaan. Maar goed, ja. Maar hoe werkte dat in jouw geval dan? Nou, dan probeerde hij een beetje een voor hem een compromis te maken. Zo van, oh, ik hoef niet alles te zien, maar laat dan alleen maar dit zien. Zo van, dan vind ik het ook wel goed. Maar ja, voor mij was dat gewoon helemaal niet goed. Ik wou gewoon niks laten zien. Ik wou gewoon lekker een film kijken met z'n tweeën en dan gaan slapen. Maar ja, zo van, er is geen compromis te maken. Nee is nee. En dan is het niet, oh, maar doe dan dit. En dat, ja, dat was toen de tijd wat moeilijker om in te zien. Maar achteraf denk ik van, ja, had ik niet moeten doen. Maar ja, nee, zat het achteraf. Kon je daar dan sterk op houden of? Nou, niet echt, want ik had toen de tijd ook heel erg moeite met Engels spreken in de eerste instantie. Dus ik vond het ook altijd heel erg moeilijk om mijn emoties en mijn gedachten te vertalen naar hem. Dat het wel goed overkwam naar hem. En dat was dan ook wel een beetje een struikelblok. Dus ja, dat vond ik wel heel lastig toen de tijd. Ik denk dat als ik nu met een Amerikaan een relatie zou hebben en zoiets zou voorkomen, dat ik dat beter door zou kunnen communiceren. Maar ja, dat was gewoon toen de tijd voor mij heel lastig ook. Ja, ja, en hij had natuurlijk ook een belangrijke, zeg maar, een status, hè, door zijn door het ja, werk wat hij deed. Kan ik dat werk noemen, jongens? Jullie, ja, hoor. Ja, ik kreeg wel voor betaald. Hij verdient er genoeg geld mee. Dus. Ja, hij verdient, precies. Nou, dan vind ik het wel werk. Hè, dus dan heb je ook een bepaalde status, veel volgers. Ja, dat maakt ook dat er een bepaalde, jij was fan van hem, hè, dat gaf je ook aan. Dat maakt dat er een bepaalde machtsverhouding al in die relatie zit, waardoor het, ja, en als iemand dan pusht en dwingt en wellicht, ik weet niet hoe dat in jouw geval zit, Jelde, kan je zelf beter over vertellen, maar soms ook druk erop legt door dwang of bedreiging of onthouding, hè, van dan doe ik dit niet meer, of als je het wel doet dan, nou, dan vertel ik het aan je ouders, of nou, doe ik iets, of zet ik het op mijn stream of whatever, dat hij daarmee dreigt. Ja, dat maakt natuurlijk ook steeds moeilijker om dat nee vast te kunnen blijven houden, ondanks dat je alles van binnen schreeuwt van ik wil dit niet. Ja, nee, er was gelukkig geen bedreiging aanwezig van lek of wat dan ook, omdat hij zelf ook heel anoniem is in zijn eigen leven. Dus ja, hij weet dat als hij dingen van mij lekt, dat ik zijn complete naam, gezicht en alles ook op het internet kon gooien. Dus ik denk dat dat dan weer mijn macht die ik van hem eigenlijk vast had hebben. En dat is iets wat nooit in mijn gedachtegang, maar ik denk dat dat wel in zijn gedachtegang altijd heeft gezeten. Zo van, oeh, ik kan dit niet maken, want zij weet mijn echte naam en ze heeft foto's van mijn gezicht. Dus bedreigen is het nooit toegekomen, maar je merkte wel altijd dat als hij zijn zin niet kreeg, dat ja, de woede er was. En dat hij dan, weet je, ophangt en dan gaat negeren en dan is het weer mijn schuld, omdat ik dit en dit niet heb gedaan. En dan ja, denk ook van, ja. Dan denk je ook dat het jouw schuld is op een gegeven moment, als 17-jarige natuurlijk. En je wil natuurlijk dat je relatie een beetje leuk is. Ja, precies. Dus als iemand daar dan twijfel in zaait, dan denk je van, oh shit, ik moet het redden. Want stel voor dat het niet meer leuk is en ik wil nog wel een relatie met hem. Ja, dan verschuiven grenzen, zeg maar, bij dat soort processen. Ja.
Johannes, iemand in de chat vraagt waarin jij expert bent, want je bent ook behandelaar bij VIER, geloof ik. Wat voor problematieken heb jij mee te maken op je werk? Ja, goed, allerlei problematieken, denk ik. Alles, ja, het brede kader is wat ik in de introductie ook al zei, is geweld en afhankelijkheidsrelaties. En dan heb je het dus bijvoorbeeld over huiselijk geweld, over eergerelateerd geweld, dus geweld binnen, binnen eer. Structuren, dat kan een cultuur zijn of een bepaalde community waarin je in je te vinden bent. Seksueel geweld, online geweld, dus eigenlijk alles waar je vaak in contact bent met iemand waar een machtsverhouding in zit. Bijvoorbeeld een ouder, een sportleraar, iemand uit je eigen groep waar je tegenop kijkt, een YouTuber, noem maar op. Ja, dat is het geweld waarmee wij werken en waar ik in het algemeen vanaf weet. En ik heb mezelf de afgelopen jaren steeds meer en meer verdiept in online geweld. Dus de vraag, ik denk dat klopt, tenminste ik hoop dat dat klopt. Dat is vooral aan de kijkers om dat te beslissen, denk ik. En het stukje seksueel geweld. En die twee komen nu denk ik bij elkaar in het stukje online seksueel geweld, zeg maar. Dus zowel het offline gedeelte als het online gedeelte weet ik het een en ander vanaf. Ja. Nou, ik hoop, Boemin, dat dit je vraag beantwoordt. Jill, toen het uitging, jouw relatie, toen ging het pas echt los, toch? Zoiets zei je ook van ja, toen kreeg ik al zijn fans achter me aan. Wat gebeurde er? Ja, ik had het uitgemaakt. En ik denk een week of twee later ging ik dus naar een Comic-Con in Utrecht toe. Met wat vrienden. Ik had een kostuum gemaakt waar ik al best lang aan gewerkt had. En ik denk, ik ga er naartoe, lekker met mijn vrienden. En toen, ja, was een supergezellig weekend. Veel foto's gemaakt met iedereen. En die zijn toen op Facebook gepost door eigenlijk iedereen groepsfoto's. 1-op-1 foto's met elkaar. En noem het maar op. En toen heeft een fan van hem, terwijl ik lag te slapen, een foto naar hem doorgestuurd van mij en dan nog een jongen op die Comic-Con. Waarmee ik dus samen op de foto ben geweest. Was gewoon een Facebook post met meerdere foto's. Zo van, je chick is aan het vreemd gaan. Of die was al de hele tijd tijdens de relatie aan het vreemd gaan. Kijk deze foto van haar en een jongen. Terwijl ja, die foto was 2 weken nadat het uit was gaan gemaakt. Dus al had ik met hem. Het is toch al uit. Dus het zou niet uit moeten maken. Maar dat heeft hij toen ik lag te slapen op Twitter gegooid naar onze fans toe. En ze van oh, dit is waarom het uit is gegaan. Jill is vreemd gegaan. En ja. Weet je, fans hebben dan heel erg een tunnelvisie van we gaan erachteraan. En ik werd wakker met DM's en Twitterberichten en noem het maar op met mijn adres, doodsbedreigingen. Ik weet je te vinden en het waren er overweldigend veel. Dus dat was wat er na de relatie opeens gebeurde, terwijl ik lag te slapen. Dus, En hoe reageerde je daarop? Wat deed dat met je dat je dat zag opeens? Ik werd wakker echt om 7 uur 's ochtends, omdat ik natuurlijk naar mijn stage toe moest. Dus ik had geen tijd om het eigenlijk te verwerken. Ik was echt compleet van me apropos eigenlijk. En in de war, wat gebeurt er nou allemaal? En ik had er maar een paar gelezen en toen zat ik in het OV naar Amsterdam toe. En toen zat ik alles te lezen en ik was woedend geworden. Dat was eigenlijk mijn tweede reactie. Ik was woedend. En ik had ook toen hem een berichtje op Skype gestuurd. Ik zeg van, jij gaat mij nu bellen en uitleggen wat hier gebeurt. Ik had eigenlijk gewoon nul tolerantie op dat moment. Want hoe flik je mij dit terwijl ik dicht te slapen? En weet je, al is het uitgegaan. Waarom kan je dit niet eerst even langs mij brengen? Te vragen, hey, hoe en wat? Dus toen heb ik op Amsterdam Centraal met hem op Skype gewoon schreeuwend op Amsterdam in mijn telefoon staan schreeuwen. Want ik was woedend. En te laat op stage, maar compleet begrip voor. En ik heb gezegd, dit slaat toch helemaal nergens op. Zo van, ik had hem ook toen die originele Facebook post doorgestuurd waar die foto vandaan kwam. Ik zeg, dit zijn gewoon allemaal foto's. Een complicatie van foto's. Ik zeg, hoe heb jij het lef om er dan gewoon eentje uit te pakken en op social media te gooien terwijl ik ligt te slapen? Ik was heel boos. Ik zeg, je haalt het er nu af. En ik zeg, ik krijg bedreigingen binnen. Mijn adres is gelekt. Ik zeg, jij gaat dit oplossen. En toen was hij wel een beetje geschrokken. Zo van, hij verwachtte niet dat ik boos werd. Maar ja, ik was natuurlijk woedend. Want het gaat niet alleen maar om een adres waar ik woon. Maar mijn moeder woont hier. En mijn broer en mijn zus. Dus ik kon het niet hebben. Ik was heel boos. Toen heeft hij nog een tweet geplaatst van,
jongens, het was een misverstand. Laat je alsjeblieft met rust. Maar ja, de schade was al gericht. Dus dan heeft het achteraf geen nut meer. Maar ja. 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 Dus dat is een beetje wat er allemaal 's ochtends gebeurde. Ja. Hey Johannes, wat wil je zeggen? Nee, ik zou zeggen, dus als je het een beetje vertaalt van wat gebeurt hier dan, hè, dan heb je het al echt over online shaming eigenlijk. Dat is wat je hier eigenlijk op kunt, ja, als overkoepelend woord op kunt plakken, zeg maar, wat hier gebeurt. Dus echt het aan de schandpaal nagelen, zeg maar, online. Met daarin ook kwade bedoelingen. En wat heel veel onveiligheid ook met zich meebrengt. Ook aan van richting mijn familie. Hè, van daar maak je dan ook op dat moment zorgen over. En nou goed, wat me opvalt is dat je eigenlijk in dat soort situaties, als er dan hoge stress is, zijn er eigenlijk drie basale reacties die je dan krijgt. Dat zou bijvoorbeeld, dat is het vechten, het vluchten of het bevriezen. Nou, en dat jij hier dan valt dan heel erg in die vechtmodus, zeg maar. Dus dat is dan iets wat mij opvalt daarin. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over iemand die verkracht wordt, dan valt bijvoorbeeld 70% weer echt in het bevriezen. Dus dat je echt niks meer kan. Vaak mensen denken dan van waarom heb je niet van je afgeslagen of waarom heb je dit of waarom heb je dat niet gedaan. Maar omdat je echt gewoon bevroren bent en je kunt niks en je wil overleven. Dus goed, dat waren even wat hersenspinsels die mij triggerden toen Jill dit vertelde. Ja, wat ik zelf ook heel interessant vind is dat je meerdere manieren hoort van online geweld. En correct me if I'm wrong. Maar dat je dus één is het een groep iemand laten aanvallen. Dus intimidatie. Want je hebt heel veel mensen op je af. Daar kan je nooit iets tegen beginnen. In je eentje voor je gevoel misschien. En een tweede is dat ze persoonlijke gegevens van je aan het opgraven zijn. Je adres. Dus je weet niet wat er gaat komen nog. Gaat iemand je opzoeken? En ik denk dat dat heel veel angst en onzekerheid met zich mee kan brengen. Jill, ik zie jou knikken. Was dat ook het gevoel wat je toen had? Naast de woede? Ja, natuurlijk. Ja, ik moest ook daarna naar stage en dan kan ik ook niet op mijn telefoon. Dus je weet ook niet wat er in die 8 uur nog gaat gebeuren. En ja, je weet niet, misschien zit er een Nederlander tussen die gek genoeg is om mij op te gaan zoeken. En weet je wel, die zo erg een fan is dan ook van mijn toenmalige vriend. Dat is gewoon, ja, dat is een heel eng idee natuurlijk. Zodra helemaal je adres op het internet staat, gaat hij ook niet zomaar weg. Dus dan zit je daar wel zo van, nou ja, heel erg nerveus op stage gezeten en... Ja, heel lang nog last van gehad natuurlijk achteraf. Want je weet niet of het misschien nog over een week gaat gebeuren. Of over 2 weken. Dat kan zo uit een onverwachte hoek komen. En wat voor je zegt, ik heb daar last van gehad. Hè? En mag ik vragen, wat kun je dat beschrijven? Wat die last dan was? Ja, gewoon heel nerveus als je dan thuis bent. Normaal gesproken hoort thuis natuurlijk wel een beetje je veilige plekje te zijn. En ja, dat was het gewoon niet meer echt. Omdat ja, mensen weten nu waar je woont. Die boos op je zijn. Omdat ze één kant van een bepaald verhaal hebben gehoord. En dan, ja, en dan heb je al bedreigingen ontvangen. Zo van, hey, ik ga dit en dit met je doen. Ja, dan is opeens je huis niet meer je veilige plekje. Maar ja, daar ben je wel grotendeel van de dag aanwezig. Dus dat, dan slaap je slecht. En dat doet wel heel erg iets met je. Dus ik probeerde wel heel veel het huis uit te gaan. En gelukkig lange stage dagen en zo. En dan wat langer in Amsterdam blijven. Gewoon bij McDonald's eten of iets. Gewoon puur om de uren in huis overdag wat minder te maken. Dus dat is wat het een beetje met me deed. Ja, dus dan ben je eigenlijk thuis eigenlijk aan het vermijden om het te kunnen handelen, om je veilig te voelen, zeg maar. Zeg ik dat goed? Ja. 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 Herken je dit, Johannes? Want jij hebt vast ook wel mensen geholpen die seksueel geweld hebben meegemaakt. Weet ik 100% zeker dat jij mensen hebt geholpen. Is het nou iets wat je vaker ziet? Dat mensen plekken gaan vermijden om er maar niet aan te denken? Ja, dat klopt. Ik pak dat op omdat het heel direct triggert aan gewoon aan een traumaklacht. Die heel goed ook bij seksueel geweld online het zaakje seksueel geweld past. En dus echt een stukje vermijden past daar goed bij. Bijvoorbeeld ook herbelevingen hebben van zaken die je... Dus dat je opnieuw weer beelden terugziet van de heftigheid die er gebeurd is. Het kan van een verkrachting zijn, maar dat kan ook prima zijn online. Of dat je in je hoofd allerlei rampscenario's hebt. Van stel voor dan dit dan. Nou, dat je bewijs van al plaatjes hebt van dat je familie dood in de kamer ligt. Omdat je bang bent dat iemand binnenkomt.
Het stukje angst, slaapproblemen, veel piekeren. Nou, dat zijn wel de klachten die we veelal horen bij mensen die dit meemaken. Ja. Ja, ik vind het een interessante vraag ook die Boemen hier weer stelt. Van wanneer is iets online geweld? Want natuurlijk als iemand online jouw adres verspreidt. Jouw adres is offline. Is dat dan online geweld of offline geweld? Hoe zit die scheidslijn, Johannes? Ja, dat zijn ik vind het een hele goede vraag. Ik zit er ook even hard op over na te denken. Ik pakte hem. Ik zag hem al staan. Ik pakte hem met even iets anders. Ik denk, ja. Wat we zo straks zeiden bij dat stukje sexting, daar is het denk ik heel goed ook te zien. Hè? Dus als het in wederzijds toestemming gaat en je voelt je er oké bij, ja, dan is dat oké. Maar gaat iemand daarin duidelijk over je grens of gebeurt daar met bepaalde beelden of bepaalde zaken die niet gaan wat jij wil, ja, en het gaat daarin over de grens. Ja, dan gaat het richting dat online geweldstuk toe. En in Jill's verhaal komt dat heel erg naar voren, dat op een gegeven moment meer die dwang naar voren kwam. Hè? Dus dat het niet meer in wederzijdse toestemming was. Als je dan moet nadenken in een relatie. Of iemand wil iets van me, maar ik wil dat niet. En ik kan geen, of ik durf geen nee te zeggen. Ja, dan ga je richting het online geweld. En het wil niet zeggen dat als je dat niet zegt, dat het dan geen online geweld is. Hè? Want we hebben vaak al gedacht van je zei toch geen nee. Dus dat stukje gelijkwaardigheid, dat is echt een taak van beide kanten. Om dat stuk goed in de gaten te houden. En ik denk, daar kunnen we met elkaar als maatschappij denk ik nog heel veel in leren. Zowel offline als online. En wat is, wanneer is iets dan offline geweld en wanneer is iets online geweld? Ik moet even hard op nadenken, Maarten. Je stelt wel weer moeilijke vragen, hoor. Daar ben ik voor. Dat zei vorige week ook al tegen Sam. Dus, die zei namelijk ook moeilijke vragen. Maar... Ja, kijk, er zijn natuurlijk hele vaste. Als je het hebt over. Ik denk. Want in heel veel geweldsituaties die we ook offline zien, bijvoorbeeld huiselijk geweld, daar komt ook een mate van online. Component zit daarin. Hè? Dat kan bijvoorbeeld ook financieel zijn. Hè? Dus dat bijvoorbeeld je bankgegevens, je online bankgegevens allemaal worden afgekapt in een relatie, dat je daar geen beschikking meer over hebt. Dus je ziet al wel dat meer fluïde is, maar als je het hebt over beeldmateriaal bijvoorbeeld, hè, dan, en dat gaat over het internet, ja, dan heb je het echt over dat, dan ligt het kernpunt meer op het online stuk. Wil niet zeggen dat je van dat online stuk weer naar eigenlijk het offline gedeelte kan gaan. Want dat is ook wat we vaak zien. Dat er online dan de contacten gelegd worden. En dat er vervolgens offline contact gemaakt wordt. En dat het dan eigenlijk het geweld, wij noemen dat dan hands-on. Dus zeg maar echt fysiek, zeg maar, dan verder opgepakt wordt. Dus je ziet vaak ook dat daar wel een soort van mix in zit. Bij Jill gaat het vooral in dit kader dan echt volledig online. Maar in heel veel gevallen zie je ook dat elkaar versterkt. En op die manier, ik ga hier ook nog eens meer over nadenken of hier echt een goed, waar de scheidslijn precies zit. Dus deze hou ik even in mijn achterhoofd. Maar ik hoop dat ik in ieder geval iets erop over heb kunnen vertellen. Nou ja, misschien is er ook gewoon niet zo'n hele harde scheidslijn. Want ik denk, dat is wel grappig eigenlijk. Misschien is dat wel die boomerhouding van online en offline zijn gescheiden. Terwijl je juist net zei van, voor jullie, voor jongeren. Nou ja, misschien, ik hoor er zelf wel net in eigenlijk. Is dat niet zo? Dat is niet gescheiden. Dat is gewoon één wereld. En misschien is dat ook wel waarom het zo moeilijk is om nou te definiëren wat is online geweld en wat is offline geweld. Eigenlijk is het gewoon geweld. En dan, dat vertaalt zich soms in online en soms offline. Maar dat hoort wel allemaal bij elkaar. Dus ik denk dat het misschien wel de kern is. Ik denk dat je dat goed verwoordt. En ik denk dat we met elkaar een aantal thema's hebben bepaald. Hè, zoals shame sexting. Hè, want wat ik zeg, sexting is helemaal oké in wederkerigheid. Ik zou zeggen, als je er plezier in hebt en je doet het veilig, zeg maar, in goed wederzijds overeenstemming. Helemaal leuk. Als dat niet gebeurt, dan heb je het echt over shame sexting. Nou, dat is dan echt het geweldstuk. Want dan ga je iemand echt schade aanbrengen. En ik denk dat daar die scheidslijn zit van dat je iemand online schade brengt. Dat het dan online geweld wordt. Ja, maar een goede vraag.
Ja, want Jill, dit was niet de eerste keer dat jij iets meemaakte wat niet lekker ging. Dat zei je ook al in ons openingsgesprek. Ik heb een heleboel dingen meegemaakt. En toen hoorde, nadat je met Johannes had gesproken, hoorde ik ook nog iets wat je in eerste instantie niet had aangegeven. En toen dacht ik, oh man, wat kut. Maar waarom overkomt dat allemaal één persoon? Jill, zou je nog eens iets kunnen vertellen? Ik las iets over grooming op Tiny Chat. Nu moet ik zeggen, ik weet niet eens wat Tiny Chat is. Oh ja, Tiny Chat is een beetje een concept als Omegle en Chatroulette heette dat vroeger volgens mij. Maar dan heb je een website waar je verschillende kamers had, waar je dan kon kiezen. Zo van, oh, ik wil naar een kamer dat speciaal is voor mensen die wiet roken. Dan had je zo'n 420 room. En ik zat dan in bepaalde kamers dat echt voor tieners gericht was. En ja, daar kwamen dan wel tieners in, maar ook 18-plussers. En ja, dan kon je daar volgens mij konden 12 mensen tegelijkertijd een webcam aanzetten. En je kon naar YouTube-video's luisteren en gewoon in de chat praten of over een microfoon praten als je je webcam aan had staan. En ja, soms kwamen er dan wel eens mensen binnen en dan dacht ik al, oh, ze zien er wel leuk uit, weet je wel. En dan ga je ervan uit dat ze tieners zijn en dat blijkt dan achteraf niet zo te zijn. Want ja, het is een kamer bedoeld voor tieners. En dan, ja, dan had je van die Amerikaanse mariniers. En dan zeggen ze, oh, wat ben je volwassen voor je leeftijd. Maar dan ben je 14. En dan denk je, oh, leuke marinier. Want mariniers outfitje als meisje van vroeger is natuurlijk, vond ik helemaal geweldig. En ja, dan krijg je zulke dingetjes te horen. En ja, op een gegeven moment dan krijg je elke keer zulke dingen te horen. En dan vragen ze dingen van je. En dan zeggen ze, oh, ik heb gevoelens voor je. En dan 2 weken later, dan krijg je niks meer van storen. Want dan ben je compleet van de wereld afgegooid. En dan zit je daar met heel veel vragen achter. Want ja, je bent 14. Wat de fuck gebeurt hier allemaal? Dus ja, dat gebeurt dan bij heel veel mensen. En dat is dan ook een paar keer mij overkomen. Dus een beetje dat was Tiny Chat. Heb je dat ooit met iemand besproken? Ja, mijn beste vriend Dennis heet hij. Die heb ik daar leren kennen toen ik 13 was. En het is nu nog steeds mijn beste vriend. Ik zie hem volgende week ook hopelijk weer. En wij kwamen laatst inderdaad heel erg tijdens een gesprek tot de realisatie. Zo van, dat was echt fucked up wat daar vroeger gebeurde. Maar ja, mijn beste vriend en ik zijn ongeveer even oud. Dus hij realiseert dat ook toen tijd niet. Dus toen we het er laatst in een gesprek echt diep over hadden. Dus van ja, dat was echt gewoon, dat kon niet. En dat gewoon ook oudere mensen die daar zaten die het niet deden, er niks van zeiden. En dan, ja, dan kan je het ook niet aan de 13, 14-jarige overlaten om dat te realiseren. Dus ja, dus laatst nog een gesprek over gehad inderdaad. Ja. Mooi dat je iemand had waar je mee het kon delen in ieder geval. Ja. En hier, ja, uit dit voorbeeld wat je geeft is ook heel erg goed die scheidslijn eigenlijk te zien. Van dat je dus hele mooie dingen online kunt vinden. Hè? Dus eigenlijk een vriend hopelijk voor het leven. En anderzijds dat er ook die gevaren zijn, zeg maar. Ja. Ja, dit is wel echt het klassieke schrikbeeld dat elke ouder in zijn hoofd heeft. Mijn kind gaat naar een chatroom en dan ontmoet hij of zij rare, vieze mannetjes. En die gaan dan naaktfoto's vragen en dan kan hij er nooit meer uitkomen. Ik weet niet hoeveel dit echt voorkomt, maar wat jij nu vertelt is vrij letterlijk dit. Dus dat traditionele schrikbeeld komt wel ergens vandaan. Johannes, wat is jouw ervaring hiermee? Nee, dat er ook dat schrikbeeld ook wel ook gewoon gebeurt. Hè? Net zoals dat er op straat een kinderlokker rondloopt. Alleen je kunt dat natuurlijk online een stuk anoniemer doen. Dus over het algemeen gebeurt dat daar ook op grotere schaal. Je kunt je ook veel makkelijker voordoen als iemand anders. Nou goed, Jill doet dat al middels Comic-Cons, heb ik al begrepen. Maar als je dat als iemand doet met die. Ja, die kwade bedoelingen heeft, dan kun je dat natuurlijk online je voordoen als een jonger iemand. Soms ook al met het ene account bijvoorbeeld vragen van, hey, vind je leuk om te doen? En dan met account B binnenkomt en toevallig zegt van, hey, hoi, ik ben even oud en nou, weet je wat ik leuk vind? Ik vind die en die band leuk. Nou, dan zegt die ander van, toevallig, ik vind dat ook helemaal te gek. Nou, en dan ontstaat er dus een bepaalde klik en dan ga je eigenlijk in die, en dan val je in die fuik. Dus ja, het is gewoon ook belangrijk om ook in opvoeding, zowel op scholen, maar ook, ik denk dat de nieuwe generatie dat wellicht veel beter doet dan dat ik dat kan doen met mijn kinderen. Maar veel meer meeneemt ook in die online wereld van wat kun je nou in welke fase
qua jeugd, wat kun je nou verwachten? En dat er ook veel beter bekeken wordt van nou, dat het niet meteen slecht is, maar dat je niet meteen aan iemand die je niet live hebt gezien dingen moet gaan sturen. Hè, bijvoorbeeld dat je daar ook het gesprek over aangaat, dat iemand zich anders kan voordoen dan dat hij zich voordoet op internet. Nou, dat daar al veel meer het gesprek over aangaat, dat je veel gaat kijken van wat doet iemand dan online. Meestal toen ik terugkwam thuis, dan werd altijd gezegd, ja, hoe was het op school, wat heb je gedaan, wat heb je buiten op straat gedaan, welke boomhut heb je gezeten, ik noem maar wat. En nu hoort daar ook gewoon heel erg bij van, op welke website heb je gekeken of welk spel heb je gedaan, heb je nog mensen tegengekomen. Dat gesprek ook veel, veel meer en meer naar boven gaat komen. Jill, hebben je ouders daar ooit over gepraat met je, ooit naar gevraagd? Nou ja, mijn ouders wisten altijd wel van Tiny Chat af, want ik wou natuurlijk op een gegeven moment Dennis ontmoeten in het echt. En ik bedoel, ik zat ook altijd op de laptop in de huiskamer, want er was maar één laptop. Dus ik heb ook nooit als 14-jarige foto's of zo naar die oudere mannen gestuurd. Maar dat was gewoon voornamelijk de manier waarop ze tegen me praten. En dat speelde dan altijd af op een app genaamd Kik op je telefoon, omdat Amerikaanse mensen geen WhatsApp en zo hebben. En mijn moeder die heeft dan gewoon Dennis ontmoet via Skype. Zo van, hé, dit is Dennis met de webcam aan. En dan zie je zo'n 15-jarig jochie zitten en ik als 14-jarig meisje van, ja, hallo. En ja, mijn moeder, die wist altijd wel zo van, de mensen die ik dan daadwerkelijk wou ontmoeten waren altijd wel leeftijdsgenoten. Ik heb nooit gezegd, oh, ik wil een 22-jarige man als 15-jarig ontmoeten. Het zijn altijd leeftijdsgenoten van mij geweest. En op een gegeven moment toen ik de gamingwereld natuurlijk ook heel erg instapte, toen was het normaalst op de wereld dat ik mensen uit andere landen ging ontmoeten. Dat ze naar Amsterdam kwamen, dan gingen we een avondje drinken en zo. Dus in het begin was ze er wel heel voorzichtig mee toen ik wat jonger was. En Dennis was gelukkig wel een heel goed voorbeeld van online vriendschap die daadwerkelijk kan. En mijn moeder die heeft me altijd wel vertrouwd. En het is tot nu toe eigenlijk nooit echt super fout gegaan. Dan op die relatie na. Maar dat is iets wat tijdens gebeurt. Maar voor de rest gelukkig niet de erge versie van grooming meegemaakt gelukkig. Nee, en ook in die, ik hoor je straks ook zeggen dat ze in datgene wat je online hebt meegemaakt, je wel weer ondersteund hebt. Dus ik denk misschien de volgende keer je moeder als expert hier uitnodigen. Het zou niet slecht zijn. Ik denk dat heel veel ouders daarvan kunnen leren van hoe je niet moet oordelen als zoiets gebeurt. Hoe je ondersteunt, hoe je vraagt. Hoe je iemand eigenlijk in je huiskamer uitnodigt, ook al is het via de beeld, zeg maar. Nou, daar hebben we denk ik met elkaar als maatschappij, zeg maar, nog best wel heel veel stappen in te maken. Dus ja, mooi verhaal eigenlijk. Ja, maar mijn ouders hadden vroeger geen keus thuis, want Floris en ik speelden vaak hetzelfde spel, Floris mijn broertje. En speelden O-Game of RuneScape en dan hadden we het over niks anders. Dus mijn moeder kreeg alles mee wat wij aan het doen waren en ze snapte er niks van. Maar ze had wel door waarschijnlijk als het fout ging. Ik had ook dat ik mijn laptop beneden moest neerzetten waar zij af en toe langs kon lopen en kon kijken wat fout ging. Dus er werd ook bij mij thuis wel echt op gelet. Ja, ook al had ik dat mezelf niet door. Ja. Maar goed, Martijn, jij bent ook al wel misschien weer een oude. Ik ben gewoon oude lul, zeg het maar. Okay. in dit wereldje denk ik. Maar van nu zie je dat ook natuurlijk veel meer alweer met de telefoons. En dat maakt dat maakt die drempel zoveel lager als je daar nog geen zicht op hebt van wat er gebeurt. Weet je, ik zou ook wel eens gekscherend van laat je 10-jarige kind zomaar naar het einde van de wereld reizen met het vliegtuig bijvoorbeeld. Nou nee, maar online zijn er eigenlijk geen grenzen, zeg maar. Hè? Dus denk dat daar hebben we nog wel iets te vinden van hoe doen we dat dan met elkaar. Dat toch ook dat je wel kunt ontdekken, want dat hoort er natuurlijk bij. Maar toch ook wel bepaalde grenzen hebt. Ik denk dat, ik weet dat heel veel ouders, maar ook docenten en we best wel mee stoeien van hoe moeten we dat dan in godsnaam met elkaar doen. Nou, dat is ook een van de dingen wat ik leuk vind dat we nu dit op Twitch doen. Dat ik hoop ook dat er gewoon input komt vanuit jullie zijn mensen, eigenlijk de nieuwe experts die vaak meer weten dan ons. En die ook tips en ideeën moeten geven van hoe gaan we hier nou met elkaar ook als maatschappij mee om. Goede link trouwens met onze survey. Dat bedenk ik me nu. Dat we ook een onderzoek doen. Mensen, ik wil jullie allemaal oproepen om dat onderzoek ook in te vullen. Dat is heel belangrijk om ook grip te krijgen van wat doet nou geweld binnen de gaming community. Dus vul die alsjeblieft in. Dat zou heel erg helpen.
Ik had Okay, dat was even een kunnen zeggen. Dat was de plug. Ja. Ja, dat was, was even een reclame momentje. De ads van deze. Ja, en ik heb eigenlijk nog twee onderwerpen die ik wil bespreken. En het is al bijna 8 uur, dus ik weet niet hoe lang we door willen. Nou ja, op zich heb ik de tijd, maar laten we het niet al te laat maken. Eentje is dat, dat je op vakantie was, Jill, en het ging bijna fout. Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar for some reason was jij weer degene bij wie het bijna fout ging. Wat gebeurde er? Ja, dat was volgens mij 2014. Zomer 2014. Toen was ik bijna 16. Dus ik denk, jee, leuk zomervakantie met mijn beste vriendin en haar ouders. Zo, verslik me. En ja, we hadden, volgens mij waren we daar 2 weken op vakantie. En nou, dan leer je groepjes kennen en die gaan dan na een week weer weg. En dan ontmoet je weer een nieuwe groep met vrienden. En de laatste groep die ik leerde kennen, dan ja, daar zat 1 jongen tussen. En de laatste avond van vakantie, je had een soort houten huisje buiten de camping. Omdat je ja, 's avonds geen geluid mocht maken op de camping. Dus dachten ze, we zetten alle jongeren op een andere plek neer. Ergens in het bos hadden ze een houten hutje neergezet. Nou, eigenlijk helemaal geen goede locatie, want er werd ook alcohol geschonken naar 16-plussers. En ja, mijn groep was al vooruitgelopen, want ik was nog naar het toilet gegaan bij dat huisje. En het was hij de enige die nog op me stond te wachten. En die was compleet onder de invloed van alcohol. En die heeft mij die avond proberen te verkrachten, terwijl mijn groep al terug op de camping was. En nou, het is hem niet gelukkig. Anders zou het wel wat heftiger voor mij geweest zijn uiteindelijk. Maar ja, het is alsnog iets wel wat heel heftig bijblijft natuurlijk. Dus ja. Ja, dat is zeer fucked up. Ja, heel fucked up. Ik vond weinig anders over te zeggen. Ik ben heel blij dat het niet helemaal mis is gegaan. Maar ja, wat je ook al zegt, zo'n ervaring blijft ook al bij je. Johannes, wat doet zoiets dan met je? Want ja, als dit al bij je blijft, wat gebeurt dan als je daadwerkelijk verkracht wordt? Daar kan je ook van alles aan overhouden. Mentaal gezien, fysiek gezien natuurlijk ook. Maar zeker, zeker. Kijk, en dat is wel even goed om die context te benoemen. Het wil niet zeggen dat het pas erg is als je op het moment dat je al dat het pas alleen erg is als je echt ook echt verkracht bent, zeg maar. Dus dat het dan nu niks voorstelt. Want dit kan net zoveel impact geven als dat je daadwerkelijk verkracht bent. Om dan daarmee de koppeling te maken met het online geweld. Hè? Als je foto's of iets dergelijks, of je wordt online geshamed, dan kan dat dezelfde klachten brengen, met zich meebrengen, dan dat je ook gewoon zelf dat hebt meegemaakt. Hè? En dan denken slachtoffers wel eens van, ja, wat stelt dat nou voor? En zijn mensen met veel ergere dingen? En nou, het is bij mij niet gelukt, dus ja, ik mag niet klagen. Nou, en dat is vaak een bron van opeenstapeling van die interne ja, er is zo'n onveiligheid al gecreëerd. En dat geeft vaak een domino van een interne strijd. Dat geeft dan weer het zelfvertrouwen wat naar beneden gaat. Uiteindelijk dat je moeilijke keuzes kunt maken. En dat je ook daarmee klachten kunt ontwikkelen. Daardoor weer zaken uit de weg gaat of niet gaat doen. Dus dat kan dan heel veel. Ja, het is net alsof er een schip weggaat. En het is maar net hoeveel graden die weggaat. Als die 5 graden weggaat, dan is dat eind. Ja, kom je in een hele andere haven uit, zeg maar. Dus het is, ik ben een klote voorbeeld trouwens. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Nou goed, deze knippen eruit, ja. Maar wat ik wilde zeggen is dat als je dat dus denkt en er lang mee wacht, dat je dan gewoon ook al, dat je niet moet denken dat als het, dat het niet erg is wat je meegemaakt hebt. En dat is ook belangrijk om dat te checken van hoe zit dat dan? Dat kun je bijvoorbeeld doen online of bij vrienden of bij wie dan ook maar. Om te zorgen dat je niet daar uiteindelijk veel meer last van krijgt. Ik weet niet, Jill, help me alsjeblieft. Herken je een beetje? Ik herken het heel erg. Duid even wat ik zeg alsjeblieft. Oeh. Ik denk dat ik ook niet heel goed in mijn woorden ga uitkomen. Maar herken je dit? Ja, want zeker. Ik weet niet wat voor impact het bij jou heeft gehad. Je hebt wel eens gezegd, van, er is er op een gegeven moment iets gebeurd later in mijn leven. En toen is het eigenlijk als een soort van domino-effect. Of een soort van vulkaan is er toen uitgebarsten. Onder andere met dit voorval. Hè? Dus het is niet dat nou in één keer, omdat je niet verkracht, niet, nou laten we het even plat zeggen, niet gepenetreerd bent, om het zo maar te zeggen, dat het dan niet erg is.
Nee, het heeft al toen de tijd wel dingen met me gedaan. Weet je, moeite met relaties inderdaad. Hè? Het intieme gedeelte. Dan kwam er toch wel een golf van paniek op een gegeven moment over je heen. Als het te dichtbij iets kwam wat ja, met Duitsland toen te maken had. Dan had je wel altijd van, nou, dan leer je iemand kennen, helemaal geweldig. Een paar dates later en dan, weet je wel, dan hoort dat de ene te gaan gebeuren wat er gebeurt. En dan schiet gewoon de paniek door je hele lichaam heen. En dan zeg je, ja, ik ben er nog niet klaar voor. En dan moet je maar net hopen dat er begrip vanuit de ander is. En maar ja, als je jong bent, vaak snappen jongens het ook niet. Want ja, je bent op dat moment ook in een bepaalde mood. En dan gaat je zelfvertrouwen ook nog wel sneller naar beneden natuurlijk. Als er ja, ook moeilijk begrip is vanuit een andere persoon. Maar ja, je kan het zelf ook nog niet helemaal begrijpen. Van ja, ik heb het allemaal nog niet zo heel goed verwerkt. En ja, dat was wel een beetje moeilijk allemaal. Want het gaat zelfvertrouwen alleen maar steeds een stapje omlaag. Van ja, is het nou echt allemaal zo kut? Ja, nou ja, dit is wat ik eigenlijk wilde zeggen in mijn warrige verhaal. Dus dank ervoor. Perfect. Johannes, waarom gebeuren al deze dingen bij, in dit geval Jill, maar we zien het vaker dat problemen zich opstapelen. Als er iets gebeurt, dan gebeurt er vaker iets. Waarom is dat zo? Nou, omdat je eigenlijk, Jill die geeft het net heel mooi aan. Je gaat twijfelen, je raakt in paniek bij bepaalde dingen. Je kan die grenzen moeilijker zien. Je denkt ook soms van ja, het is mijn schuld, dus het zal wel aan mij liggen. Dus die grenzen daarin vervagen ook. En dat maakt dat ook zo. Ja, als je bijvoorbeeld seksueel geweld meegemaakt hebt, dat je eigenlijk zonder behandeling, hè, dus zonder dat verwerkt wordt en dat je met die klachten aan de gang gaat. En dat wil niet zeggen dat je altijd behandeling moet hebben als je iets ergs meemaakt. Er zijn ook personen die kunnen dat prima, ook met eigen veerkracht kunnen ze daar overheen gaan. En niet iedereen ontwikkelt ook klachten, om het zo maar te zeggen. Maar als je daar wel tegenaan hebt en je doet dat niet, dan ja, heb je eigenlijk 2/3 weer kans dat je weer geweld, seksueel geweld, dergelijks mee. Ja, 2/3 van de persoon die geen behandeling heeft, die ja, hij maakt uiteindelijk weer een situatie mee waarin ze hier tegenaan lopen. Dat kan natuurlijk van ernstig tot minder ernstige varianten zijn. Dus er is best wel een hoog risico dat als je het laat versloeren, om het zo maar te zeggen. Dat is wel een groot risico daarop. Of denkt van ja, weet je, het zal mij wel een worstel wezen. Het gaat vanzelf weer over of wat dan ook maar. Vaak zul je zien van ja, als het binnen 4 of 6 weken, als je dan binnen die periode klachten ontwikkelt. Ja, dan is het gewoon echt heel belangrijk om in actie te komen. En ook als je binnen 7 dagen zeg maar geweld meemaakt, seksueel geweld meemaakt, of dat nou online is of fysiek, dan is het gewoon heel belangrijk om direct naar het Centrum Seksueel Geweld te gaan, centrumseksueelgeweld.nl. En dat is eigenlijk een bundeling van alle hulp, zowel juridische hulp, dus dat je als je aangifte wil doen, sporenonderzoek, psychische hulp, dat bundelen ze eigenlijk in al die hulp die je op dat moment nodig hebt, die kunnen ze je dan bieden. Dus dat binnen dus een korte periode, als je dat meegemaakt hebt, dus straks, ze zijn een beetje bang ook voor de wave of love, zeg maar, hè, dat nu alles weer open gaat, dat het een grote fagot los was, zeg maar, hè, dus dat de drank en drugs, die maken alle grenzen weer wat meer vervaagd. En uiteindelijk is er een risico dat er nu weer meer ook seksueel geweld incidenten gaan plaatsvinden. Dus maak je dat mee, ga direct naar het Centrum Seksueel Geweld en daar word je gewoon goed geholpen. Hebben ze ook een chat waar ook de professionals van de chat met 4 bij betrokken zijn. Daar kunnen ze goed ondersteunen om de juiste zorg daarin te krijgen. Ja, en over zorg gesproken. Jill, op een gegeven moment gebeurde er iets en dat was voor jou de bom die barstte. En dat was weer een incident, maar dit keer niet seksueel, geloof ik. Ja. Kan je daar iets over vertellen wat er gebeurde, wat voor jou de druppel was? Om hulp te gaan zoeken in dit geval. Ja, eind 2017 heeft mijn beste vriendin zelfmoord gepleegd. En dat was zo'n onverwacht iets en ja. Het was ook, ik lag te slapen en dan word je wakker met een gemist telefoontje van die moeder. En ja, dan stort je hele wereld in. En dan ja, komt alles in één keer over je heen. En ik stort compleet in. Dus dat was de druppel die de emmer deed overlopen. En dat was wel in een heel extreem geval. Want dan op een gegeven moment, je ziet het leven ook niet meer zitten. En ik was echt in mijn dieptepunt. Ja, want je gaf ook aan dat
de mensen om je heen ook zeiden van, hé, hey, maar als jij niet aan het slapen was op dat moment, dan had ze dat niet gedaan. En effectief zeggen ze dus, het komt door jou, het is jouw schuld. Jij bent de oorzaak van dat jouw beste vriendin zelfmoord heeft gepleegd. Johannes, dat is raar. Waarom doen mensen dat? Want dit is niet het enige verhaal waarin dat gebeurt, waarin mensen iemand anders een schuld geven van iets waar ze niks aan konden doen. Ja, waarom doen mensen dat? Ja, omdat denk ik we met z'n allen op zoek zijn naar bepaalde redenen achter bepaald gedrag. En een grote eerste reactie bij geweld is van ja, dat het de anderse schuld is. Hè? Dat ligt op de loer. En dat kan dat vroeger zei ze al van ja, waarom doe je een kort rokje aan? Ja, als je een kort rokje aan hebt, dan kan je ook verwachten dat je verkracht wordt, zeg maar. Nu zie je dat online van ja, als je foto's onderling gaat versturen, ja, dan kun je ook verwachten dat het doorgestuurd was. Ja, eigen schuld, dikke bult. Hè? En in dit geval dan, als jij gewoon er was geweest voor haar, ja, dan had ze zichzelf niks aangedaan. Nou ja, en dat. Die hebben natuurlijk verschillende redenen. Ik denk ook om een verklaring te hebben. En omdat je denkt, mensen denken dan heel erg vanuit hun eigen. Dus die denken van ja, maar dat had ik nooit gedaan. Nou, dat kunnen ze helemaal niet zeggen als je het pas meemaakt. Nou, wat ik al net al zei van ja, iedereen die denkt dat als je verkracht wordt, dat je dan iemand een map gaat verkopen. Nou, en er is echt maar een minimum aantal die dat doet. Want de meesten die verstijven gewoon. Dat zijn ook bepaalde instincten en natuurlijke reacties die dan aangeboord worden, om het zomaar te zeggen. Wat wel belangrijk is om te zeggen, dit onderwerp heb je het over victim blaming. Ja, dat nog meer zorgt voor het ontwikkelen van klachten. Ja, dus dat je nog meer denkt, het is mijn eigen schuld. Zie je nou wel, je wordt bevestigd op dat schuldgevoel. Dus dan denk je van ja, ik mag er nog minder over praten. Want ja, het is echt mijn eigen schuld. Dus ja, wat heb ik nou te klagen? In dit geval dan, het is heel erg voor het meisje en niet voor mij. Dus ik moet me maar stilhouden. Nou, en dat maakt eigenlijk, die druk maakt dat de klachten alleen maar hoger en hoger worden. En dat wordt bevestigd als andere mensen in je omgeving eigenlijk bevestigen wat je zelf al voelt. Nou, en daarom is het ook heel belangrijk om iemand juist onbevooroordeeld zeg maar te benaderen als iemand bij je komt van dat er iets ergs gebeurd is. En te beginnen met wat rot voor je, wat kan ik voor je doen bijvoorbeeld, in plaats van jeetje, nou wat stom, had ik nooit gedaan of weet ik veel wat. Dus ja, dat is gewoon een belangrijke les denk ik, om daar scherp op te zijn met elkaar. Ja. Trouwens, Peggy, ik heb je vraag gezien. Ik wil eigenlijk dit onderwerp nog even afronden en dan kom ik daarna op terug. Dus dan weet je dat. Hij wordt niet overgeslagen in ieder geval. Jill, je geeft aan van ja, ik stort er toen in. En toen kreeg je dat er ook nog eens overheen van de mensen gaven jou schuld. Ik snap dat je dan helemaal niet meer weet wat je ermee aan moet. En toen heb je hulp gezocht. Wat deed je om hulp te vinden? Ik was eerst naar school gegaan. Want ik vond het heel moeilijk om thuis te blijven. Want ik wou afleiding hebben. Ik wou niet in mijn kamer zitten in mijn eentje. En dan wist ik dat het gewoon fout zou gaan. Want ik was echt in zo'n dieptepunt dat ik zelf ook uit het leven wou stappen. Want dat punt had ik heel erg bereikt. En je hebt zo'n vertrouwenspersoon op school. En die zou je dan mogelijk doorsturen naar professionele hulp buitenschool om. Als het echt heel, ja, het is van je hebt het nodig. En dat heb ik toen ook gedaan. Want ik heb al eerder met die vrouw gesproken. Want je studieloopbaanbegeleider kan je doorsturen naar een vertrouwenspersoon als hij het gevoel heeft dat het niet helemaal goed met je gaat. Dus ik ben daar al in het verleden een keertje langs geweest. Maar toen kreeg ik huiswerk dat ik namen van mensen op een papiertje moest schrijven en dan verbranden. Nou, ik vond dat helemaal niks. Dus daarna nooit meer opkomen dagen. En toen kwam ik dus die dag binnenlopen. Ik zei zo, ik moet echt even naar die vertrouwenspersoon toe. Want daar was ik toen al eerder. Dus ik vond dan die drempel wat makkelijker om met haar te praten, omdat ik er al eerder over verleden dingen gepraat. Dus die wist al een beetje hoe en wat. Dus dan die laatste drempels van nou, dit is nu wat gebeurt. Ik heb nu echt hulp nodig. En zij heeft mij toen doorgestuurd naar professionele hulp. Echt een instantie waar ik dan mee kon praten. Dus een psycholoog in de buurt. En een hele aardige vrouw. En 6 maanden heel actief daar gelopen. Want daar had ik het wel het meeste nodig. En daarna een beetje beetje stapjes lager zetten, van steeds minder komen, steeds minder afspraken. En dan op een gegeven moment ging het zo goed met me dat het niet meer nodig was. Mooi. Ja. Goed bezig.
zeker. Ja. En wat heeft het je opgeleverd uiteindelijk? Hè? Want ik merk ook dat er best wel heel veel drempels zijn om hulp te gaan zoeken, zeg maar. En ja, soms duurt het ook even dat je de juiste hulp gevonden hebt. Daar komen we een andere aflevering nog op terug. Wat heeft het jou uiteindelijk opgeleverd? Heel erg dingen een plekje kunnen geven ook. En voornamelijk ook rust in mezelf vinden. Zo van, mijn slaapkamer is nu weer heel erg mijn plekje geworden. En ik kan hier mijn rust weer vinden. En mijn kamer is nu ook zo erg veranderd. Ik heb een Lord of the Rings zwaard achter me. En dit, alle dingen die ik heel geweldig vind, is hier in deze kamer. Dus dit zijn, dit is echt mijn plekje. Dus ik heb heel erg mijn eigen plekje weer terug kunnen vinden. En bepaalde de dingen in het verleden dus ook een plekje kunnen geven. Wat ik dus eerst heel moeilijk vond. En heel erg gewoon mezelf weer terug kunnen vinden. Dingen die ik leuk vind. En dingen die mij verder in het leven kunnen brengen. Zonder stappen terug te kunnen zetten. Dus dat heeft me wel heel erg geholpen. Gelukkig. Mooi. Mooi. Je kan het ook goed vertellen allemaal. Dus respect daarvoor. Johannes, is het een normale route om via je school hulp te krijgen? Ja, dat is een hele ideale route eigenlijk. Hè? Dus je ziet vaak dat het of uit iemand zelf komt of via het ideale een ouder, een vriend of vriendin, wellicht een andere goede kennis of iemand vanuit school of een trainer van sport of van de e-sport. Hè? Tegenwoordig heb je ook trainers voor, heb ik wel geleerd in kort dat ik hierbij betrokken ben. Dus dat soort personen, hè, dus waar je vertrouwensband mee hebt, dat is gewoon heel belangrijk om daar dat die je kunnen ondersteunen om eigenlijk richting die hulp te gaan. Nou, in dit geval heel mooi ook iemand eigenlijk binnen school. En dat is in de meeste gevallen ook dat lukt. Nou, en lukt dat niet? Of de drempels zijn nog te groot, of er hangen bedreigingen boven je hoofd. Ja, dan kun je andere middelen gaan vinden om uiteindelijk toch ook bij die hulp terecht te komen. Nou goed, Chat met 4 is daar een van de mogelijkheden voor. Ik noemde net al even het Centrum Seksueel Geweld. Als je het over online geweld hebt, dan werken we ook goed samen met helpwanted.nl. Nou, dat zijn dan punten waar je echt op terug kunt vallen en die je bij de hand kunnen nemen, digitaal bij de hand kunnen nemen, om eigenlijk te kijken van, heb je hulp nodig? Of wellicht kun je er met een paar tips ook zelf weer aan de gang. En hoe kom je daar dan binnen de juiste hulpplek? En dat is denk ik een belangrijk proces om dat aan te gaan als je iets meegemaakt hebt. Ja, nee, zeker. Ik heb zelf, toen ik hulp zocht, ik heb ook ooit in een depressie gezeten. Toen ik hulp zocht, ben ik naar mijn huisarts gegaan. Volgens mij is dat ook nog een vrij normale methode. Ik ben zo iemand die gewoon altijd alles googelt. Dus ik googelde van, oké, hoe moet ik hulp zoeken hiervoor? En daar stond, ga naar je huisarts. Dat heb ik gedaan. Ik ben een heel simpel persoon eigenlijk. Maar dat werkt natuurlijk ook. Dus het zijn gewoon mensen met contacten. En die kunnen je verder helpen, ja. En de meeste kunnen dat wellicht ook zelf. Maar het gebeurt ook wel eens dat wij bijvoorbeeld digitaal meegaan naar de huisarts. Want het klopt, hè, dat de huisarts die moet een verwijsbrief geven voor richting hulp. Ik denk dat het bij jou ook gebeurd is, Jill. Voor de hulp die je nodig hebt gehad. Dus dat je eerst naar de huisarts gaat en dan. Maar goed, voor sommige mensen is de huisarts ook een stap te ver. Of wat moet ik dan tegen die huisarts zeggen? Of nou, dan kijken wij bijvoorbeeld ook. Bijvoorbeeld op de chat is dat we dan ook meekijken met iemand van, wat ga je dan zeggen tegen die huisarts, hoe kun je dit verwoorden? Sommige mensen weten of kunnen er nog geen woorden aangeven van wat er gebeurd is. Nou, dat kan soms al een heel groot proces zijn voordat je echt ook tot die hulp komt. Tot met dat wij soms dat iemand wel chatgesprekken laat lezen in de huisarts, of dat we via Teams, Skype, whatever, via beeldbellen aansluiten bij een gesprek samen met diegene bij de huisarts. Dus ja, er zijn verschillende wegen, denk ik, die naar Rome leiden. Het mooiste is als je dat natuurlijk binnen je directe kring zou kunnen vinden. Dat zijn natuurlijk dat kan ik iedereen aanraden. Als je mensen om je heen hebt, dat vooral dat doen. En anders mogelijk een andere route. Ja, Jan, het is tijd voor de Twitch-vraag. Ik hoop dat je genoeg tijd gehad hebt om hierover na te denken. Maar je zei eerder dat iemand die seksueel geweld heeft meegemaakt en daar niet hulp voor zoekt of krijgt, die heeft 2/3 kans meer om het nog een keer te overkomen of zo. Zoiets was het, toch? Mm-hmm. Waarom? Hoe komt dat?
Nou, die vraag hebben we eigenlijk, probeer ik net ook een beetje samen met Jill eigenlijk te beantwoorden. Hè, van hoe je dat ziet in het proces van Jill ook, wat dat dus voor impact heeft. Nou, toen dat gebeurde, hè, die bijna verkrachting in Duitsland. Nou, daar heb je nog steeds, deal je daarmee, hè, om het zo maar te zeggen, na al die jaren. En dat brengt bepaalde onveiligheden met zich mee. Dat je zaken niet meer kunt vertrouwen, dat je niet meer goed weet van wat is nou goed, wat is nou slecht, wanneer kan ik nou nee zeggen, wanneer nou niet nee zeggen, wanneer is normaal, wanneer is niet normaal. Dus het brengt uiteindelijk ook, doordat je soms ook misschien wel denkt van ja, je wordt somberder, het leven is minder waard, dus het vertroebelt eigenlijk je hele leven en je onveiligheid. Hè? En dan heb ik het vooral over ook die doelgroep waarbij de klachten ook blijven bestaan, hè? Als je het niet doet. Hè? Dus het is ook een doelgroep die daarna kan herstellen. En dat maakt eigenlijk dat je daardoor kwetsbaarder bent als je in soortgelijke situaties bent, dat je niet meer goed kan herkennen of niet meer goed kan overzien van hoe moet ik hierop reageren? En dan vaak meegaat in wat er gebeurt en daardoor ook weer meegaat in zaken die je niet wilt. Nou, en dat is eigenlijk een soort van domino-effect waar een grotere kans op bestaat dat zich dan voordoet. Als je geen geweld hebt meegemaakt, dan heb je een soort van vrij harde grenzen van wat kan en wat niet kan. Maar hoe vaker er iets gebeurt, hoe vager die grenzen worden. Want blijkbaar is het normaal dat zoiets gebeurt. En dan wordt het dus ook makkelijker dat je in een situatie komt waardoor je weer geweld meemaakt. Dus vat ik dat een beetje goed samen, Jan? Dat vat je wel goed samen. En ik denk ook dat je daardoor ook soms weer extra op zoek bent naar die bevestiging dat je wel weer oké bent. En daardoor ook vaker in situaties komt waar het ook weer mis kan gaan. En uiteindelijk al die factoren met elkaar. En het is echt niet dat het nou één. Want het is een vrij harde vraag natuurlijk. Het is niet dat er één. Dat ik in één zin het antwoord kan geven, maar al die factoren bij elkaar. Okay, en daar hebben ze natuurlijk onderzoek naar gedaan, want ik praat natuurlijk gewoon aan de onderzoekers na, zo is het ook. Dat maakt met elkaar dat dus je daar meer kans op maakt. Ja. Jill, wanneer was het dat jij therapie had? Ja, eind 2017. En dat is best wel een tijdje geleden, een jaartje of 3, 4. Hoe is het nu met je? Ja, goed. Ik denk dat ik nu wel in de beste positie in mijn leven zit. Tot nu toe. Zomervakantie. Ook, ja. Nou, corona heeft natuurlijk niet geholpen met dinges vorig jaar. Dus, maar nu, ja, 2021 merk ik wel erg dat ik ook in de beste mentale positie. Maar ook ja, fysiek en gewoon in het leven heel goed sta momenteel. Dus ja, het gaat heel goed met me. En toen je zo diep zat, dacht je toen van... Je zei... dat je suicidaal werd, volgens mij. Of dat je, ja, je zag het leven niet meer zitten. Dat zijn suicidale gedachten. Dat je dan toch, Johannes, ik zie je een beetje schudden. Ja, okay. dat zijn suicidale. Ja, dat precies. Wil niet meteen zeggen. Dat heel veel hebben suicidale gedachten of zelfmoordgedachten, om het plat te zeggen. Ik wil niet zeggen dat je dat dan ook meteen doet. Maar het is gewoon een pijn die je hebt. En dat je denkt van ja, als het maar gewoon allemaal ophoudt, dan ben ik gewoon, dan hoef ik het ook allemaal niet meer te voelen, zeg maar. Nou, en dat sommige mensen kunnen zichzelf ook gaan pijn gaan doen om die pijn te kunnen dragen. En ook een makkelijke manier is om. Ja, te denken als ik maar uit het leven stap, dan is alles voorbij en dan hoef ik dit allemaal niet meer te voelen. Dat is vaak niet wat iemand wil. Dat is een andere vraag. Hè? Dus de vraag achter deze gevoelens, zeg maar, heeft een hele andere betekenis in 99% van de gevallen, zeg maar. Ja, want we zijn nu 4 jaar verder, maar was dat dan in één keer over na die therapie, dat je je toen al zo goed voelde als je nu voelt? Of was dat, nou ja, toen had je nog dat hele YouTube-verhaal natuurlijk, maar... Ja. Hoe verliep dat voor jou, dat je van best wel slecht naar best wel goed bent gegaan? Ja, ik denk dat de gaming community mij wel heel erg heeft geholpen. Want nice. Dat was wel ongeveer rond dezelfde periode dat ik mensen uit League of Legends zien leren kennen. En ja, toen merkte ik wel heel erg, weet je, toen ging ik naar events toe en toen leerde ik hele leuke mensen kennen. En ja, dan ga je naar feestjes toe of... naar evenementen waar je dan een weekend op een LAN-party bent. Gamers helpen met streammanagement en zo. En ja, heel erg veel afleiding. En dan ook mensen leren kennen waar ik nu nog steeds mee omga. Vorige week 2 keer uit eten gegaan bij een Korean barbecue. Met dus
mensen die ik in 2017, 2018 heb leren kennen. En, maar ja, dan heb je alsnog een beetje, in die tijd was nog steeds een beetje de gedachtegang van, nou ja, ik heb het nu wel met therapie geholpen, maar ja, het was nog best vers, wat er natuurlijk eind 2017 was gebeurd. Dus dat heeft ook gewoon tijd nodig. Dus ik denk dat nu er genoeg tijd overheen is gegaan voor mij om echt in een hele goede positie in mijn leven te zitten. Maar dat, ja, al zag mijn leven er ongeveer hetzelfde uit in 2018. Ik had nog steeds andere gedachtegangen dan ik nu heb. En ik denk dat dat gewoon het grootste verschil is qua hoe mijn leven eruit ziet. Super, super mooi verteld. Heel inspirerend ook. En het mooi dat je ook zegt dat het ook tijd nodig heeft. En dat klopt ook. Ook als je als je therapie hebt gehad. Dat wil niet zeggen dat je dan in één keer dat je er slecht in loopt. En dan dat je eruit loopt. En dat het meteen allemaal weer opgelost is. Dat moet, heeft ook tijd nodig dat dat eigenlijk weer integreert in je leven. Dat beschrijf je heel mooi. En wat ik ook nog wil zeggen. Want ik ben natuurlijk een hulpverlener. En over het algemeen. Ja, merk ik ook dat het in de hulpverleningscommunity, als we even die dingen willen maken, dat over het algemeen, ja, dat gamen best wel een negatieve invloed heeft, zeg, of tenminste een negatief imago heeft, dat er vaak gedacht wordt van, ja, gamen is slecht en ja, iemand zit veel achter de laptop, dus het wordt heel snel als heel zorgelijk gezien. En als ik jou dan hoor over wat het jou gebracht heeft, ook die game community, en wat ik nu zelf ook eigenlijk in de tijd dat we met deze livestreams bezig zijn ook zie van wat voor moois er allemaal gebeurt in de game community, hoe sociaal het ook is. En wat voor mij ook verbaasde is ook heel veel nog fysiek contact, zeg maar. Hè? Dus dat je elkaar wel online is. Maar dat is, ja, dat je hebt het dan even over zo'n barbecue. Nou, dat was dus heel veel connectie, heel veel contact, het sociale stuk wat ook heel belangrijk is. Dat het niet alleen maar gamen is, maar ook wel onderling met elkaar praten over hoe het allemaal is in de wereld. Wellicht dat de gaming community nu wel het beste met de corona is uitgekomen. Nou goed, dat wilde ik ook wel even. Ja, ik weet ook niet waarom, maar ik voel een behoefte om dat namens de hulpverleningscommunity te zeggen. Richting de game community van, wow, wat een mooie wereld, zeg maar. En dat ik daar echt totaal, ondanks dat ik mezelf nog niet heel oud vind, toch wel dat het voor mij een nieuwe ontdekking is geweest in deze livestreams. En ik zei volgens mij tegen jou, Jill, ik kom nog een beetje uit Super Mario tijdperk. En voor mij, als het 3D gebeurt, dan gebeurt er iets in mijn hersens dat ik helemaal niet helemaal op tilt ga. Dus ik zal nooit echt een lekkere goede gamer worden, denk ik. Maar het is net alsof ik bij Super Mario in zo'n buis ben naar beneden. Zo troet, troet, troet. En dat ik dan in een hele nieuwe wereld ben gekomen. Die ik echt super tof vind. Dus dat wil ik wel zeggen. Dus die steun die jij hebt gehad, Jill. Ik wens dat iedereen binnen jullie community ook echt toe. Ja, ik ook. Ik vond het ook mooi dat vorige week hadden Serenic de gast. Als je die aflevering niet hebt gezien, het was ook heel boeiend. Ga hem dus terugkijken. Maar hij vertelde ook aan me van ja, ik heb twee vrienden en die hebben een Discord server gestart. En daar praten ze over mental health. En Sam, dat is expert vorige week. Maar dit was in het voorgesprek, dus dit ga je dus niet terugvinden. Maar die vroeg ze van, oh, en wordt hij dan niet in gespamd? En toen zei Serenic van, ja, maar daar is gewoon een apart kanaal voor. En toen dacht ik, ja, dat is iets wat iemand die niet in die wereld zit gewoon nooit zal begrijpen. Dat je letterlijk een kanaal maakt van, oké, weet je, ga daar al je memes naar dumpen. En dat de serieuze praat, dat hebben we in dit kanaal. En mensen houden zich daaraan. En ik vind het zo mooi dat gewoon twee gamers, die zetten een servertje op. En die hebben een paar honderd man die ze helpen met mentale problemen. Of problemen die ze thuis hebben. Terwijl het voor, nou ja, ik werk nu een paar jaar bij Vier in de zorg. Het is zo moeilijk om mensen te bereiken die problemen hebben en hen te helpen om hulp te zoeken. Dus ik vind het gewoon heel cool hoe die kansen er zitten in die game community. En ook wat Jill vertelt en ook wat Serenic vorige week vertelde. Ja, het kan je ook gewoon heel erg helpen. En ik hoop ook dat we dat soort verzoening kunnen brengen hiermee ook een beetje. Maar ja, ik vind het gewoon vet mooi. Ja. Dat is over mijn speech. Johannes, heb jij nog iets wat je mee wil geven aan mensen? Ik denk dat we heel veel benoemd hebben. Wellicht moeten we eindigen ook met waar we gestart zijn. En dat is vooral dus praat erover. En dat kan bij Chat met Vier.
Maar dat kan ook bij, als je acuut binnen 7 dagen iets meegemaakt hebt bij het Centrum Seksueel Geweld. Online stappenplan maken van hoe ga ik mijn bepaalde, als er gegevens online staan, hoe ga ik dat opslaan? Hoe ga ik dat eventueel kunnen verwijderen? En dan is Help Wanted een goede partij. Als je liever met een vrijwilliger praat, dan kun je bijvoorbeeld naar de Alles Oké-lijn of naar de kindertelefoon als je jonger bent. Ik denk van dat zijn vooral denk ik de belangrijkste dingen. En het liefste naar iemand in je omgeving om daarmee te delen. En samen eigenlijk te gaan kijken van hoe kun je nou hiermee dealen. En als je iemand bij je komt die zegt ik heb iets meegemaakt. Oordeel niet. Ben er voor diegene zeg maar. Ja, dan kun je al heel veel leed van jezelf voorkomen of van een ander voorkomen. Nou, ik denk dat die boodschap is wat ik in ieder geval hoop dat blijft hangen vanavond. En verder heel veel respect en hoe Jill haar verhaal heeft willen en durven vertellen. En dat we daar met elkaar hebben van kunnen leren. Dat heb je heel goed gedaan. Dus dankjewel. Dank daarvoor. Geen probleem. Jill, jij nog laatste woorden, shout-outs, ads? Nee, ik ben gewoon blij dat ik mijn verhaal heb kunnen doen in de hoop dat iemand anders misschien een deel eruit kan pakken van oh, dit heb ik ook meegemaakt en deze meid, het gaat goed met haar nu, jaren later. Dus ik hoop dat het gewoon in ieder geval iemand helpt in de long run. Ik ook, zeker. Ja, daar doen we dit natuurlijk ook voor. Precies. En ik ben blij dat het weer goed gaat met je. Net zoals vorige week met Serena. Ik gaat nu ook weer beter. Weet je, je bent er nog niet. En misschien heb je weer een terugval. Maar dat is niet erg. Want het gaat al wel beter. En je bent ermee bezig. Je praat erover. En dan weet je ook wel. Of dan heb je in ieder geval echt wel een gevoel dat het goed komt. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat gevoel niet hebben. En ook voor hen dus praten erover. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Als ik het fout heb, dan hoor ik dat vast heel snel. Maar ik denk het niet. Dus dan gaan we afronden voor vandaag. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Johannes, bedankt voor het aanschuiven en voor je inzichten, wat ik echt niet heb, want kom ik steeds meer achter. Ik hoor elke keer mooie antwoorden met informatie die ik niet ken. Jill, heel erg bedankt dat je aangeschoven hebt en dat je je verhaal hebt durven vertellen. Dat is echt heel knap. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om de dingen mee te maken die jij hebt meegemaakt en om er dan zo over te kunnen vertellen. Echt kudos voor jou. Dankjewel. Ja, nee, echt ja, respect. En voor jullie kijkers dus bedankt dat je er nog zit of er weer zit. Als je iets hebt gemist, je kan het terugkijken of wat's komen op YouTube. En blijf ook even staan op Twitch. Kijk de vorige aflevering. Vul de survey in. Je helpt ons er enorm mee. Ja, that's it eigenlijk. Ik zie jullie volgende week allemaal weer. En dan hebben we een nieuwe gast. En dan gaan we het hebben over hulpverlening en pesten. En dat hulpverlening ook niet altijd in één keer het juiste antwoord kan bieden. Want we hebben net gezien Jill die kreeg therapie en dat hielp. En vorige week Serenity die kreeg therapie en dat hielp. Maar het kan ook gewoon niet zo lekker gaan. Die verhalen hebben we ook wel gehoord. En daar willen we het ook gewoon over hebben. Wat als de hulpverlening nou faalt? Ben je dan aan je lot overgelaten? Daarvoor moet je volgende week gaan kijken. En tot dan.